Een warm applaus voor Jan Willem. Succes. Ik ga het zonder microfoon doen. Ik denk dat ik eigenlijk zo wel te verstaan ben. Ik heb wat meegenomen, wat fotoalbums. Ik zal ze eventjes een beetje in de groep gooien, waardoor jullie het ook doornemen. En wel graag aan het eind terug. Even een Nederlander. Ik kan zelf geen Javaans, alleen Hakuna en Ora. Ik heb een presentatie gemaakt. Nou, dit ben ik. Een profielschets, oftewel een illustratie van mijzelf. Ik was gevraagd door Hermine om wat te gaan vertellen over mijzelf. Ik heb het ingedeeld in een stukje Nederland, een stukje Suriname en geel, ja, de toekomst van wat gaat er nog komen. Nou, ik denk dat eigenlijk die woorden wel voor zelf spreken. Den Haag ben ik, heb ik vooral mijn onderwijs gehad. Voorburg, daar ben ik opgegroeid, ben geboren. Haagse Hogeschool, ING, oftewel ingenieur bouwkunde. Architectenbureau, Nederland. Nou, bij het Surinaamse gedeelte hebben we de Aucaners, Javanen, Mungo, Baronschool, meester Jan, of net al Jan, en dat is in Suriname. Dus daar ga ik een beetje Ik heb een profielschets, oftewel dat rode, dat ben ik nu. Waarvan ik in het groen een gedeelte in Nederland ben geweest. En in blauw een klein gedeelte in Suriname heb doorgebracht. In totaal 2,5 jaar heb ik daar gewoond. Dus bij elkaar maakt dat mijzelf. Geel, de toekomst, nou, dat loopt nog. Dus dat gaat nog komen. En misschien door middel van uw gesprekken kan ik ook beter mijn toekomst gaan bepalen. Of kan u me een beetje tips geven wat ik moet gaan doen. Ja, ik ben Jan Willem Sutorius. In 1982 geboren in Voorburg. Het Nederlandse Voorburg en niet de Surinaamse. ja, ik ben stamoudste. Dat houdt in dat als u een muur van 4 meter voor u ziet, met allemaal Sutten of allemaal Sutoriussen op een rij. En ook allemaal in het verleden tot rond 1700. Dan sta ik helemaal vooraan. Oftewel, de stamboom die zit nu bij mij. Ik ervaar het als een soort rare druk, of een rare familie-archief wat op mijn schouders komt. Met allemaal brieven, ook uit Batavia. We zijn met de familie ook hebben een handel gehad met textiel, batikkleding. Contact en jullie zijn sneller aan de gang. Ik heb met drop-outs heb ik werk gedaan. Terwijl drop-outs in Suriname zijn dat de leerlingen die geen school hebben afgemaakt. Vaak geen middelbare school, of dus je geen basisschool en laat staan een middelbare school hebben afgemaakt. Die drop-outs, die hebben we weer terug op school gekregen. Terwijl we hebben ze een houtbewerkingsproject samen met het ministerie van Onderwijs uit laten voeren. Ze maakten kasten, schoolkasten, ze maakten bedden, zelfstandig daar. En op die manier heb je ze in ieder geval op school. Leer je ze iets van een beroep. Ik heb wat foto's ook van daar. Ik zeg wel eens voor de grap, ik had daar 2 vriendinnen. Een Javaans meisje van 18. Een ander Creoolse vrouw van 28 met kind. Dus het liep een beetje uiteen. Ik zit daar precies tussen. Dus dat is wel een beetje de zien. Ik zal die laten zien. Eerst dat filmpje van 2005. Het ene moment ben je student aan de Haagse Hogeschool richting bouwkunde. Het volgende moment ben je meester op een school in Suriname. Het overkwam Jan Willem Sutorius uit Voorburg. Hij liep het vorig jaar 5 maanden stage in het district Marowijne. Ik had enkele opdrachten meegekregen vanuit Nederland via Stoom en van de Haagse Hogeschool. In ieder geval dat ik moest inventariseren hoe de scholen daar waren. Inspectiewerk moest doen op andere scholen in en om Mungo.
Ik moest gaan kijken naar gereedschappen, inventarislijsten nog. Ik verwachtte dat ik direct daar iets kan gaan doen. Alle kennis die je hier in Nederland al hebt, dat je dat direct kan toepassen. Naar basisgegevens van hier, vanuit de Haagse Hogeschool, bijvoorbeeld AutoCAD-lessen of de dingen die je bij een stage hier in Nederland meekrijgt. Dat je dat daar direct al op bij de leerlingen kan toepassen, bij mensen van het bedrijfsleven. Dat vond ik wel erg leuk. En jij hebt ze dus in die 5 maanden tijd aan het werk gezet. Is dat goed gezegd? Op school heb ik ze zelf wel gedeeltelijk aan het werk gezet. Dus de eerste paar maanden ben je bezig met een plan maken voor het stagebureau. En uiteindelijk zijn die jongens zelf daar begonnen. Die zijn eerst tijdens de lessen zijn ze begonnen met de uitvoering daarvan. En daarna in de middaguren en zelfs tijdens de vakantie. En ook toen ik weg was, waren ze nog steeds door aan het gaan. De dorpen die Jan Willem bezocht hebben sinds de Binnenlandse Oorlog in dat gebied, eind jaren 80, weinig ontwikkeling gekend. Veel in het gebied is toen vernietigd. En omdat er niet genoeg geld is voor de totale wederopbouw, staan ook scholen er verloren bij. De Stichting Ondersteuning Ontwikkeling Onderwijs Marowijne, STOOM, in Den Haag, wil zich daarom inzetten voor dit gebied. Voor Jan Willem een hele uitdaging. De bedoeling is dat daar dus nieuwe machines in komen, gereedschappen. Dat de school die zelf gaat bij elkaar verzamelen door middel van het Nederlands fondsen en hun eigen fondsen in Suriname. Het gebouw zelf was niet al te goed beveiligd. We hebben de gevel, zoals je die hier ziet, weggehaald. We hebben dat gaaswerk vervangen door nu dichte stenen en gedeeltelijk open stenen metselwerk. En aan de achterkant is een uitbreiding gekomen voor de opslag van die gereedschappen en van hout en metaalproducten. Nou, vooral in de eerste paar weken ben je dus bezig met, moet ik dingen aanpassen, moet ik het bij je schaven naar de omstandigheden daar. En nou, je bent ook veel aan het inventariseren van wat willen die mensen nou eigenlijk, wat kan ik ze meegeven. Kreeg je nou een hele zak geld mee naar Suriname om aan de slag te kunnen in Mungo? Nee, je moet echt gewoon je uiterste best doen en altijd bezig zijn om fondsen bij elkaar te halen. Ook in Mungo proberen we dus gelden bij elkaar te brengen door die leerlingen dingen te laten doen. Het grote plan is een stagebureau opzetten. Om dat beter te helpen organiseren vertrekt in februari een andere student van de Haagse Hogeschool, Ferdinand. Hij ziet dit als voornemen van dit jaar. Ik kom niet tevreden met zoals het andere filmpje. Laat al de periode van 2007 zien, als ik er nog naartoe ga. Ik weet niet of ik dan nog steeds zo'n monotone stem heb, maar een ander filmpje die is korter, iets van 2 minuten. Het idee is het stagebureau op te zetten. Het doel van het stagebureau is werkzaamheden op de eigen school te formuleren, waardoor de leerlingen eigen praktijkervaring opdoen. Dus op hun eigen school praktijkervaring meekrijgen. Inmiddels zijn de plannen van Jan Willem verwezenlijkt. 2 stagiaires van TU Delft hebben al stage gelopen op de Baronschool en anderen zullen binnenkort volgen. Zelf werkt Jan Willem al 6 maanden in Mungo als coördinator van het stagebureau en zo kan hij zijn eigen ontwikkelingswerk voortzetten. Hier achter mij zijn de praktijkruimte metaal en hout. Praktijkruimte waar LBGO en ETO leerlingen gebruik van maken. Dit heeft Stoom is hier 2 jaar geleden mee begonnen. De praktijkruimte te renoveren met de leerlingen zelf. Dus er is gemetseld met dichte stenen, open stenen. We hebben een uitbouw gemaakt, extra kleedruimtes erbij. En dat hebben de leerlingen allemaal zelf gedaan, uitgevoerd. Wel een goede school. Daar moet je gewoon voor zetten om je best te doen. Wat wil je hierna doen? Hierna? Ik ga verder studeren. En waar? Misschien in de stad, want hier op de Mungo hebben we geen middelbare school. Dat in de stad, dat is Paramaribo? Ja, Paramaribo. Wat voor school is dit? Het zijn...